Wederom welkom op een project van Total Concept Builders. Een hele goede middag. We zijn hier bezig in een badkamer. En de badkamer wordt opnieuw getegeld. Ik kan u wat tips geven. Als u goed kijkt op de achtergrond, ziet u dat hier de oude tegels zijn. Over de oude tegels is heen gepleisterd, is heen gelijmd. En dat noemt men voorlijmen. Er zitten wat kleine kuiltjes in het oude tegelwerk. En je wil natuurlijk heel strak, mooi, vlak tegelwerk krijgen. Dus één dag voordat je gaat aftegelen, het definitieve tegelwerk gaat aanbrengen, ga je voorlijmen. Zodat het materiaal wat je hebt opgebracht kan drogen. De dag erna kan je met Urecol tegellijm over de tegels heen gaan. Dat bespaart allemaal hak- en breekwerk. Want waarom zou je oude tegels eraf halen als ze goed vast op de muur zitten? Oké, dat er een paar kuiltjes in zitten is overkomelijk. En dat bespaart dus echt heel veel geld, omdat je heel veel tijd bespaart. Je hoeft niet opnieuw de muur na het afhakken weer helemaal vlak te maken. Daarna moet alles nog eens een keertje drogen. Je moet gaan voorstrijken om te zorgen dat de zuiging opgeheven wordt. Want een gestucadoorde muur die niet voorstrijkt, kan gewoon niet getegeld worden. De tegels zullen afvallen. Dus blijf ons volgen op YouTube of bekijk de meest informatieve aannemerssite van ons op internet. www.aannemerinamsterdam.nl. U vindt er alle informatie over bouwen, verbouwen, maar ook heel veel bouwkundige tips. Tot de volgende keer op YouTube. Een project van Total Concept Builders in Amsterdam. Dank u wel.